kijken. Hey, hou eens op jullie. Kunnen jullie wel? Geen moeder pesten, maar dan krijg je never. Uilenpan. Nou ja. Moet je eens kijken, ze hebben vastgebonden aan zijn pootjes. Grijp je dat nou? Jawel, het zijn gewoon vervelende schoffies. Ja, moet je zien, hier heeft hij een wondje. Ja, misschien hebben ze met stenen op hem gegooid. Ja, of hij is eerst aangereden door een fietser. Ja, nou dan laat je zo'n beest toch niet aan zijn lot over. Nee, dan kan je hem nog beter in de pan stoppen. Els. Ben jij verschrikkelijk, jij? Wat moeten wij nou met dat beest? Ja. Nou ja, we kunnen hem in ieder geval niet hier laten kamperen. Nou neem mee. We hebben een bovenhuis, jullie hebben een tuin. Ja, die is net ingezaaid. Als hij losbreekt, wordt het een ramp. Moet je hem goed vastzetten. Oh, wat ben jij slimmerd, zeg. Nou ja, hou me vast. Voorzichtig. Ik neem hem wel mee. Zo. Stop er maar in. Voorzichtig, hè? Ja. Ja. Zo, even een touwtje aantrekken, anders vliegt hij eruit. Ja. Oké, kom maar. Voelt het niet gek, zo'n haan op je rug? Nee hoor, ik voel me kip lekker. Nou, fruit weer, ik zet het toe, toe. Graag, opa. Schaak. 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 En je bent je koningin kwaad. Zie je wel, kan niet missen, je bent de lucht. Pineut. Ja, je had veel eerder. Als je moet rokeren, Harry. Ja, nou kan je het wel schudden. Ja, nou kan je het wel schudden. Ja, doe Willem, bemoei je nou alsjeblieft ook nog niet met mijn spel. Hè? Ik kan heus wel voor mezelf zorgen. Ja, tuurlijk. Ik vind het al vervelend genoeg dat hij die jongen iedere set voorzegt. Ja, kijk, ik ben zijn secondant. Ja, natuurlijk. Maar hij moet zelf spelen. Je mag hem best een beetje helpen, maar hij moet op eigen kracht leren schaken. Nou, ik zag die zet zelf ook hoor, opa. Ja, ja, nadat je hem gehoord had van opa Willem. Ik hoorde het zelfs. Hij kan gewoon niet tegen zijn verlies, joh. Wat kinderachtig, Henri. Nee. Wat ik kinderachtig vind, is dat jij een hele grote kerel die ontzettend goed kan schaken, niet zijn eigen gang laat gaan. Oh. Nou, doe nou, opa, zet nou, hè. Dan ben je er geweest. Ja. Zo, alsjeblieft. Wat zeg je me daarvan, jongeman? En jij, oude man? Zo, de huur, dat had ik helemaal niet gezien. Ik ook niet. Ik wel. Ik bied remise aan. Ja, nou. Neem dat dan maar aan, want er zit niet meer in. Precies. Domme. Shit. Rick, ik had het prettiger gevonden als je je iets delicater had uitgedrukt. Maar gezien de stress van de omstandigheid zie ik het nu door de vingers. Zullen we de punten delen? Ja. Oké, remise. Goed, daarmee. Is de stand in het bolbuistoernooi geworden 3,5 tegen 2,5 in het voordeel van de oude buis. En morgen schaak jij tegen de oude bol. En ben jij mijn secondant? Met het grootste genoegen, jongeman. En om met de oude bol te spreken, dan zullen wij hem eens een poepie laten ruiken. Wat is er? Wat is er? Wat is er nou? Help me even. Waar mee? Doe nou, help me nou even. Hé, jongens, deur dicht. Waarmee? Met mijn fiets. Doe de deur nou dicht. Alle warmte vliegt eruit. Dat heet energie, Henri. Ja. Vroeger moest je de deur dicht houden omdat het zonde was van het geld. Nu is het zonde van het milieu. Niks nieuws onder de zon. Zeg, heb je dat gezien? Hij had me bijna mat, hoor. Ja, dat mannetje gaat hartstikke leuk schaken, hè? Ja. Weet je wat, als hij nou morgen tegen mij speelt, dan moet je hem maar gewoon zijn gang eens laten gaan, weet je wel. Zo met de aardigheid. Ja. En dan jou de punten binnen laten halen, hè? Ik denk er niet over. Ja. Zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Ja, inderdaad. Ja, ik ga voor morgen eens een paar hele gewaagde openingen met hem doornemen. Siciliaans? Dacht ik het niet. Mafia-praktijken. Zo, touwtje eraf. Gemeen, hè, van die rotjochies.
Ik had hem daar toch niet kunnen laten liggen? Dan was hij hartstikke dood gegaan. Van de kou, van de honger. Of had een hond hem opgevroten? Of opa Henry. Hey, ken je die van die twee hanen die elkaar tegenkomen? Zegt de een tegen de ander, ga je mee naar de poelier? Lekker blote meiden kijken. Stomme grap. Sexist. Zo, doe hem er maar in. Oh, je zit hem toch wel goed vast, hè? Als hij eruit kent en opa's ingezaaide plantjes opvreet, dan... vliegt het dak van het huis. Het zit potdicht. Waar moeten we nou weer naartoe? Op mijn kamer. Ja, ben je gek, joh. Dan kakelen jullie samen het hele huis bij elkaar. Nee, we zetten hem voor vannacht wel in de kast. Dan komt hij dan toch niet. En morgen zien we wel, hè? Is goed. Kijken we of de kust veilig is. Mama, kom je viool studeren? Rot viool, daar krijg ik nog een kind van. Moet je een condoom om je strijkstok doen. Mama. Schiet je een beetje op? Ja, ik kom eraan. Ja, nu gaan. Ja. Raam dicht. Alle warmte vliegt eruit. Denk om de energie. Oh, Rick, je denkt om het milieu. Kikken. Ja, ik moest ook wel weer naar binnen hebben. Helpt het milieu ons een handje. Nou, schiet op. Ik zorg wel voor die kip. Het is een haan. Maakt niet uit. De smaak is hetzelfde. Ga nou. En vertel eens, hoe gaat het met de viool, hè? En met de leraar, gaat het een stukje beter? Nou, waarom zou het, hè? U weet hoe ik over hem denk en hij over mij. Nou, toch vind ik dat je de laatste tijd erg bent vooruitgegaan. Ja, ik doe toch ook mijn best. Ja. Maar opa, hè? Nou het er toch over hebben. Dat hoor ik nou een vredesnaam zeggen. Een haan? Ik hoor niks. Ik hoorde duidelijk een haan kraaien. Nou, ik niet hoor. Ik hoor niks, zeg niet. Huh? Maar opa, nou het er toch over hadden. Dat concert wat u had opstaan, dat vond ik zo mooi. Dat zou ik nou nooit kunnen. Oh, maar dat kan je toch ook niet vergelijken met elkaar? Ik bedoel, dat... Nou hoor ik het weer! Wat? Die haan! Als de buren maar geen kippen hebben genomen, zeg, dan doen we na 5 uur 's morgens geen oog meer dicht. Ach, zet eens wat zachter, schat. Ik vind het hartstikke gezellig, hoor, dat gekraai. Oh, jij hoorde het dus ook? Nee, ik bedoel in het algemeen. Ik vind het gezellig. Landelijk, landelijk. Oh, nee. Nou hoor ik het weer! Wat is er? Sst. Heeft jou eten gehad? Eten wie? De haan. Niet voor mij, het is jouw haan. Dat beest moet toch ook wat eten? Sst. Nee, we gaan toe, hoe schrijf je, man? Geen man, ga maar slapen. Heb jij wat water? Ja. Oh, schrijf niet in zijn gezicht, joh. Dan denkt hij dat het ochtend is, stommerd. Doe ze opgefokte tekenisie. Ja, nou, ik kan het niet aan, want het werkt op mijn zenuwen. Ja, morgen vertellen we het gewoon. Hè. Jij tegen opa, Henry, trek je makkelijk over de streep als je een mooi stukje viool voor hem speelt. Nou, dan verlies ik wel van opa Willem met schaken. Is dat ook geregeld? Kom, we gaan slapen. Maak je nou maar niet druk. Het zal heus wel meevallen. Het is echt een grote lieve broer. Nou, niet zoenen! Heel tuber. Krijgen we nou? 6 uur? Het zal toch niet waar wezen? Welke idioot had er nou... Verdorie, een haan?
In zijn tuin. Hey, Fik. Victor. Fik, word eens wakker. Wat is dat? Ik ben wakker geworden van een haan. De kraaide een haan, man. Toen dacht ik een beetje uit kon slapen. Ik hoor niks. Nee, jij sliep. Ja, inderdaad. Grote genade, nou zie ik er natuurlijk niet uit vandaag. Ik vind je beeld schoon, als altijd. Aan jou heb ik ook niks, hè. Ik moet foto's laten maken vandaag, man. Ja. Nou hoor ik het toch weer. Dat is nog wel de derde keer. Ik lijk Petrus wel. Welke idioot heeft er nou een haan in de achtertuin? Jongens, komen jullie nou? De eieren worden koud. Ha! Hoi, opa. Kan je toch niet zeggen dat ik niet onmiddellijk doe wat je zegt, hè? Nee, je bent geweldig. Jongen, ga er maar gauw zitten. Hé, Rick, hang op, hang op, hang op. Toe, toe. Erin en weer. Nou, dat beest in mijn poten krijgt, dan draai ik hem gelijk zijn strot om. Welk beest, opa? Hoor je dat er niet, die haan? Vanaf vanmorgen 6 uur kraait hij de longen uit zijn lijf. Ja, die is voor u. Lekker eten. Oh, lekker. Groot, opa. Morgen. Ja, ga zitten. Ja, morgen. Welke idioot neemt er nou toch kippen in zijn achtertuin? Ja. Vraagt u dat aan mij? Nee. Ik weet het niet, hoor. Hoezo? Opa Willem heeft een haan door gekregen, maar weet niet waar de klepel hangt. Ja? Als ik dat beest te pakken krijg, zal ik hem eens flink bij zijn klepel pakken. Dat beloof ik je. Zeg, Sunny side up of doorgeprikt? Een eitje? Ja. Ik vanmorgen geef ik geen eitje, opa. Het zijn scharreleitjes. Ja, ja, dat weet ik, maar ik neem alleen even wat fruit. Hé, Anna, doe dat nou niet. Dat de hooi en te gras vermagen is niet goed. Je moet vermageren tot op je natuurlijke gewicht of je doet het niet. Hè, dat gescharrel is ongezond. Wat moet jij zeggen? Ik hou me aan dat devies. Ik vermager niet meer. Nee, en hij is weer het zonnetje in huis. Ja. Morgen allemaal. Hallo. Morgen alleen. Misschien een ontbijtje mee naar boven nemen. Simoontje is een beetje gestrest vanmorgen. Ja, dat is er toch altijd. Dat is toch een reden om niet te komen ontbijten? Ze is wakker geschrokken van een haan nogal vroeg en ziet er dus niet uit. Hebben jullie die haan gehoord? Dat zou ik denken, ja. Maar welke geschifteling houdt er nou een haan in zijn stadstuintje? Nou, misschien heeft hij de kippen bij en elke dag kakelverse eitjes. Ah, kippen in een achtertuin. Het gaat op de duur nog vreselijk stinken ook. Ah, natuurlijk. Dat is toch gekke werk. Al die beesten en bovenhuisjes en flatjes zouden ze gewoon moeten verbieden. Ach, opa, Anne heeft er ook een cavia gehad. Ja. En Rick witte muizen. Ja, maar breek me de bek niet open. Als ik Rick zijn kamertje binnenkwam, dan sneed de ammoniaklucht bij kans me strot door, zeg. En ik kon elke week die rotbeestjes van je verschonen. Zeg, ben je nou eindelijk eens een keer klaar? Sorry, pa, sorry. Ja. Opa, wat bent u dat mopperen vanmorgen, zeg? Dat ben ik helemaal niet van u gewend. Ja, geef is een beetje gestrest omdat u tegen mij moet schaken vanmiddag. Nee. Opa Willem heeft gelijk. Al die beesten in achtertuintjes en kamertjes driehoog achter. Nee, dat is onzin, zeg. Een hond of een kat, Allah, maar dat is mijn uiterste bot. En ik neem aan dat deze zienswijze bij een ieder van dit gezin gevoeglijk bekend is. Maar vinden jullie het wel goed als ik even mijn paradijsvogeltje ga voederen? Ja, maak er maar grapjes over, maar ik meen het. Ik vind het een schande. En ik dacht dat u zo'n verschrikkelijke dierenvriend was. Ja, ben ik ook. Juist daarom. Huisdieren houden blijft een heet hangijzer. Daar hebben de opa's voorkomen gelijk in. Ik heb daar deze week in Brussel nog een rapportje van gelezen. De samen producerende beesten die tot nut en vermaak van hun baasje in Nederland gehouden worden, zo'n 100 miljard kilo stront per jaar. Dat zouden jullie nou eens moeten aanpakken. Aanpakken? 100 miljard kilo stront? Nou, dank je feestelijk. Hey. Hij is er weer. Hij is er weer. Als dat kreng in mijn poten krijgt, gaat hij gelijk de rode wijn in. He? Oh, maar dat is een goed idee. Ik heb best wel weer een strek in een lekkere kokkelvijn. Dierenbeulen. Nou ja, ik ga naar school. Rick, help je me even met mijn fiets? Wat doe je nou? Droog brood meenemen? Dat is er voor onzin? Ja, ik doe het bruin brood dieet. Zoveel bruin brood als je wilt en water drinken. Het bruin brood dieet. Hou nou alsjeblieft op, hè. Laat mij nou gewoon een lekker broodje gezond voor je maken met een beetje komkommer en kaas. Nee, open echt niet. Dankjewel. Rick, kom je mee, schat? Nee, jongen, nee. Eet jij maar lekker af. Nee, kijk, ik doe even. Ik ben klaar. De stuur staat een beetje scheef. Het is een fluitje van een cent. Kukalaku!
Wat lollig toch, hè? Zoals die twee met elkaar omgaan. Ja, ja. Ja, dat vind ik dan echt hartverwarmend. Ja, het zijn schatten. De schurken. Wacht, hij staat te kijken. Oké, hij is weg. Vlug, pak hem. Pas op, duiken. Gaat het, jongens? Moet ik even helpen? Het is oké, geen probleem. Valt geen kou, opa. Nee. Oké, kom. Snel, vlug. Schiet nou toch op. Ja. Loop door. Kom, voorzichtig. Ik ben hier niet geschikt voor, hoor. De zenuwen gieren door mijn keel. Zullen we het maar gewoon gaan vertellen? Nee, niet nu. Ik geloof niet dat dit het juiste moment is om met een kakelende haan binnen te komen. Ik ben om 2 uur uit, en jij? Ja, ik ook. Maar wat heeft dat er nou weer mee te maken? Doen wat ik gezegd heb. Heeft hij nog genoeg water? Ja. Maar wat heb je dan gezegd? Jij speelt meteen als je thuis bent de sterren van de hemel. Ik laat opa Willem winnen met schaken. Daarna gaan we praten. Oké, goed. Je bent echt goed de laatste tijd. Oh, ik dacht al. Wanneer valt het er eens op? 10:30. Shit, we moeten opschieten. Wat moet ik ook zeggen? Dat kunnen we niet gebruiken, hoor. Spullen. Oh, 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 oh. Tja, ben jij nog? Ja, tjonge, jongen. Wat is er? Au, 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 het is toch treurig ook, hè? Ah, die hele krant van jou is treurig, zeg. Weggegooid abonnementsgeld, dat zat er helemaal in. Alleen pagina's vol dubieuze 06-nummers. Ja, momentje hoor, Henri, je krijgt hem zo als ik hem uit heb. Of moet je hem niet al hebben bij? Oh, ook dat nog. Ja. Komt erin. Morgen, ik heb hier die 2 balen tuinaarden bij me, waar wil je ze hebben? Naast de kas. Oh, daar staan ze al. Okay. Hey, de koffie is bruin, ruikt ik. Oh, moet je een bakkie? Nou, daar zeg ik geen nee tegen. Hallo, met Buis Bol met Bol. Ja, momentje. Het is voor jou. Oh, wie is het? Een dame met een hele zwoele stem. Ja, 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 ja. Ik neem het wel even in mijn kamer. Ja. Zeg haar, hoeveel krijg je van me? Nou, geef maar 2 knaken, maar dat komt later. Ja, natuurlijk. Oh, ja. Zo, en hoe gaat het verder? Hoe is het met Nico? Nou, zo gangetje. Nou, dat klinkt niet bijster enthousiast voor een jonge minnaar. Nou, jong wel, maar geen minnaar. Dat is het dan juist. Ik mag er alleen maar naar kijken als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik begrijp heel goed wat jij bedoelt. Ja, dat is het probleem. Nee. Nee, ik wil het ook niet doordromen, maar ja. Nee, ik begrijp het, ik begrijp het. Nee. Ik begrijp het niet. Wat is er aan de hand? Kan ik misschien helpen? Nou, nee, dat zijn zo van die dingen die moet je in je uppie uitvogelen. Maar als ik er nou maar eens achter kon komen wat ze nou echt voelt, hè. Ja, ja, ja. Heeft ze pijn? En stil er weer van. Nee, voor mij bedoelt ik. Oh. En ik ben ook geen doordouwer. Bij mij is het graag of helemaal niet. En geweld ligt mij ook niet zo. Nee, zeg, stel je voor. Ja, nee, maar als ze er nou eens op kikt, kijk, dat bedoelt ik nou. En daar kom je niet achter, die wijven zijn zo gecompliceerd. Het is allemaal heel gezellig, hoor. Een bakkie koffie, borreltje, keertje stappen. Maar ja, een jonge, gezonde Hollandse vent wil ook wel eens wat anders, niet dan? Ja, ja, ja. Ongetwijfeld, ja. Ongetwijfeld. Maar wat wilt u dan precies, meneer Stegers? Henri. Huh? Nou, gewoon de Van Wippenstein. Oh. Ja, wie is dat dan, die Van Wippenstein? Zeg, Henri, doe nou niet zo oliedom. Huh? Ja, zit je mij nou een beetje in de maling te nemen, meneer Buis? Nee hoor, volstrekt niet, nee. Ik ken geen meneer Van Wippenstein. Ja, maar dat is ook geen meneer, hoor. Nou, nee, ik ken ook geen mevrouw van Wippenstein. Ken jij mevrouw van Wippenstein, Willem? Ja, van heel vroeger. Oh. Ik niet. Ja, joh, Henri. Hè? Van Wippenstein. Wippen. Naar bed. Stoppie. Oh, God. Zeg dat dan meteen, zeg. Nou ja. Daar. Daar. Zit er nou een haan? Jazeker. Van vanmorgen. Tegen 6 uur af. Van wie is die? Geen idee. Goh, daar mag je wel mee oppassen. Huh? Want als dat secreet in je tuin komt, dan pikt hij al je jonge plantjes naar de sodiumieterij. Krijg nou de pip. Kom daar vandaan.
Nee, daar, daar. Volgens mij komt het uit het schuurtje. Nee, nee, dat vertelt... Nee, wat vertelt me... Nee. Zou Rick en Anna dan? Dat kan ik me niet voorstellen. Krijg nou niks. Meneer van Wippenstein. Nou, ik ben er ontzettend blij mee. Wacht, ik geef mijn kaartje. Mm-hmm. Ik verzamel namelijk dit soort grappige blauwe paardjes. Oh. Dus mocht u er nou ooit nog eens een vinden, wilt u mij dan bellen? Maar dat zal ik zeker doen, mevrouw. Daar kunt u op rekenen. Heel graag. Nou, tot ziens, hè, en bedankt. Ja. Dag. Dag. Hallo. Oh. Hey. Hallo. Hallo, Rick, Anna, kom binnen. Hey. Willen jullie wat drinken? Nee, dankjewel. We hebben een beetje haast. Oh? Heb jij ergens nog een soort hok of zo? Een hok? Ja. Toch niet voor de opa's, hè? Voor een haan. Ja, of een kooi of zo. Ja. Een haan, wat is daar nu weer voor iets eigenaardigs? Ja, ik heb een zieke haan gevonden en die gaan we opknappen. Oh, op die manier. Ja, ik heb hier nog wel een papegaaienkooi. Die mogen we wel hebben, maar ik moet hem wel terug hebben, ze. Hè? Ja, het is een hele dure. Ja, natuurlijk. Als hij mag blijven, timmer ik wel een hok voor hem. Bedankt. Hij kan er toch niet uit, hè? Als hij impeert, zijn we de lul. Daar begrijp ik alles van. Leer mij de hanen kennen. School. Ging wel. Wat? Oh nee, hè? Het ziet er lekker uit, hè? Oh, ruk je kleren, streek, opa. Wat gemeen, waarom rotstreek, nee? Wat gemeen. Wat is dit voor onzin, zeg? Gemeene rot, opa, zijn jullie om zo'n arme haan op te slachten. Haan, dit is een kippetje. Maar wat zei je nou, Anne? Een haan? Hey, wacht eens even. Bedoelen jullie soms deze, hè? Ja. Ahaha. Ja, die hebben wij gevonden in het schuurtje. Ja, hij was gewond als een schouwer. Toen heeft opa Willem hem op de fiets even naar de dierenarts gebracht. Ja. Maar als hij beter is, gaat hij naar de kinderboerderij. Is dat goed begrepen? Nou, wel rot, opa. Hallo, jongens. Mag ik jullie even voorstellen? Dit is Jan-Jaap van Zomeren, mijn fotograaf. Ah, ja. Yes. Yes. Dit is mijn vader. En dit is mijn schoonvader. En dit zijn mijn kinderen. Hij wil ook wat opnames maken in huiselijke kring, dus. Ah, juist. Nou, als het niet voor een roddelblad is, dan gaat u uw gang maar, hoor. Dank u. Zo, dat ruikt goed hier. Ja, ja, mijn vader kookt fantastisch. Hé, hey, waarom eet je niet een hapje mee straks? Ik... Ik heb daar niet helemaal op gerekend. Ah, jonge Henry, wat maakt dat nou uit? Dan doen we er toch nog een in de pan. Toevallig hebben we er hier een heel lekker mals haantje bij de hand.